Xavier Hees, 0-2 verloren tegen Lommel. Had je dat verwacht of zat er volgens jou meer in? Ik denk dat we de match gestart zijn om de match te winnen. In de eerste helft ging het evenwichtig op. En dan in de tweede helft denk ik ook. En tot aan die... Ik denk dat we heel sterk uit de kleedkamer gekomen zijn. En het is spijtig dat we na die 1-0... na die 1-0 spelen we wel goed en proberen we nog op zoek te gaan naar de goal. Maar... ja, meer heb ik er niet voor te zeggen. Ja, het eerste kwartier was duidelijk voor Lommel, maar dan kwamen jullie terug in de wedstrijd inderdaad en het ging gelijk op. Iedereen dacht we stevenen af op een 0-0 en dan ja, toch twee kleine foutjes in de verdediging die leiden tot 0-2. Ja, oké, dat is waar, maar de verdediging kreeg ook alle druk op zich op dat moment, denk ik. En kijk, iedereen moest zijn eigen match analyseren en we moeten niet met de vinger wijzen naar anderen. Iedereen maakt eens een fout, dus dat is niet aan mij om te zeggen wie er een fout gemaakt heeft. Iedereen maakt eens fouten. Oké, het was een gesloten wedstrijd. Weinig kansen. We herinneren ons één grote kans voor Lommel in de eerste helft, waar je heel schitterend anticipeert en de 0-1 al voorkomt op dat moment. Ja, hij komt 1-1 en ik heb een reflex met mijn linkse voet, zodat ik de bal onschadelijk kan maken. Ja. Ook bij de 0-1 pareer je eerst de kopbal van ik weet niet meer wie, van een speelder van Lommel. En dan in de rebound, een centrale verdediger van Lommel staat er alleen en kan scoren. Spijtig. Hè? Ja, dat is spijtig. Ik heb nog, het ging allemaal heel snel en het was ook vrij dicht allemaal tegen goal. En ik heb mij in de tweede instantie er nog proberen voor te gooien. Maar spijtig genoeg had hij nog in de goal. Ja. Volgende vrijdag al de revanche mogelijk op Eendracht Elst. Een wedstrijd die alle supporters absoluut willen winnen. Denk je dat het mogelijk is? Tuurlijk. Anders moeten we er niet aan beginnen als we niet denken dat het mogelijk is. Dat is normaal dat we nu ontgoocheld zijn. Maar kijk, we moeten ons opladen voor volgende week vrijdag. Ik denk dat we aan onze supporters verschuldigd zijn om daar een zeer goede prestatie neer te zetten. En iedereen kijkt er naar uit in de streek. Dus, het zou mooi zijn om het jaar af te sluiten met een driepunter. Zeker, we gaan naar daar om te winnen. Oké, dankjewel Xavier voor dit interview en veel succes volgende vrijdag. Dankjewel.